Het Mechelse theatergezelschap Abattoir Fermé bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd met de Expo-show. De afgelopen maanden hebben we hier een filmset gebouwd in het Cultureel Centrum van Mechelen, waar we een film hebben opgenomen. En nu komt ons een expo eraan, een expo die 20 jaar Abattoir Fermé belichaamt. En we dachten, dat is heel fijn dat we die filmsets laten staan. We hebben daar een hele hoop troep uitgegooid die met filmen nodig hadden, voor de expo niet. Maar we dachten, dat is heel tof dat mensen niet gewoon in een hele saaie tentoonstelling binnenkomen met typisch witte muren en een kastje hier en daar, maar dat je ook letterlijk je in een abattoir decor bevindt. Dat ook geleefd heeft. Hier en daar gaat ook dingen ruiken en het heeft geleefd. Abattoir ben opgericht, zal ik maar iets verklappen voor de eerste keer naar het op. Was dat niet de bedoeling dat dat langer dan 2 jaar ging bestaan. Dat ging een soort experimentje worden. Maar 2 jaar wordt dan 4 jaar en 4 jaar wordt 6 en 6 wordt 10. En na 10 jaar denkt oké, gaan we hiermee door of niet? En we denken, oké, we gaan nog 4 jaar. En that's it. En we zullen dan wel evalueren. En dat is zo blijven doorgaan tot 20 jaar. En we zitten nu op het punt dat we denken, er kan nog 5 jaar zeker bij. Theater blijft onze core business. Dat is eigenlijk het plezantste wat ik doe. Maar een film maken, tentoonstelling organiseren, een opera maken. Dat zijn allemaal fijne dingen. En dat wordt toch een soort rare kruisbestuiving van elkaar, die projecten. En theater kruipt binnen een tentoonstelling. Film kruipt binnen een theater. Ik vind dat eigenlijk een superfijne symbiose. Als je naar een tentoonstelling komt, naar de Expo-show, kun je de decors aanraken. Er zijn een aantal requisieten die je kunt aanraken. Je kunt als abattoir-liefhebber kunnen de voorstellingen bij elkaar sprokkelen aan de hand van stukken decor, requisieten, die je weliswaar in een andere context zijn gepresenteerd. Als je abattoir niet kent, dan maakt de kennis met denk ik een heel vreemd universum. Maar ik ga er misschien ook leren dat abattoir niet alleen donker is, maar ook een hele lichte en een humoristische kant heeft. Heel veel is tongue-in-cheek. Je krijgt een kijk in een persoonlijk leven, vooral van mij, denk ik, maar ook op kleine peaks in het persoonlijk leven van de acteurs. Het is breed. Het gaat niet alleen over de voorstellingen. Het is niet alleen, hier is dat requisiet, of hier is die decor, of hier is een foto van dat stuk. Het is op zijn breedst.